Sakka, je weet toch, Pokémon Go, 93 CP. Nou, dit is weer mijn leven. En gelijk sta ik bij een... hoe noem je het? Oké. Gelijk sta ik bij een kassa. Dit is mijn leven en ik film mijn leven nu. Okay. Al een tijdje. Ik doe nu 3 dagen, doe ik mijn leven filmen. Het is echt geweldig. Arthur, niemand boeit. En het is geslaagd. Ook wel. Niemand boeit jou. Doei Lucas, motherfucker. Maar we gaan naar buiten. We gaan een beetje chillen. Jij bent echt raar, man. Jij bent echt een rare stad. Martijn. Hoe gaat het? Ja, goed. Mooi. Oh ja. Maar oké. Wil jullie even een praatje met hem maken? Nee, doe dat normaal. Vindt dat vindt hij nee, leuk. Nee, dat vindt hij niet leuk. Dat vind je wel leuk. Nee, dan word ik een beetje... Verlegen. Word ik een beetje rood. Arthur. Ja. We gaan Lucas afpersen. Gaan we Lucas afpersen? Ja, hoor. Ja, hoor. Inleveren. Doe even mee. Oh, even meedoen? Ja, dat kan. Kijk, ik heb gewonnen. Even shinen voor de camera. Ik moet zie je? Geweldig. Zo makkelijk is dat nou met z'n weet je wat ik in mijn leven wil? Weet je wat ik in mijn leven wil? Een cola fles. Auw, op mijn hoofd, inderdaad. Nee, maar ik moet iets laten zien. Want... Jongens, we hebben een... Dat is echt cool, man. Ik zweer jou. Hey jongens, willen jullie Arthur bereiken? Bel dan naar 0611. De rest komt vanzelf. Ja. En dan krijg je... Jongens. Dan krijg je Stan aan de lijn en zeg hallo met Serona. Hallo met Serona van Vergeten Vierpokken Vrienden. Vier! Jongens. 0639 1050. 06! Nee. 52. Wat dat van hem er even uit. 0683 06 063. Mijn nummer is 0683 60. Nou, dat zijn dus de kleutertjes. Jongens, Arthur's nummer is 0618. Hé, als je dat laat 42. Zien. 0618, laat het niet zien. Oh! Oh, voor de gym. Ik heb hem al. Gangsteam. Fakka, je weet toch, Pokémon Go, 93 CP. Bij mij heeft hij 1200. En jij speelt ook geen Pokémon Go. Gewoon telefoon is oh ja, speelde jij wel Pokémon Go? Ja. Ja, iedereen man. Behalve ik hè. Nee, ik jij gaat het ook spelen. Ik ga het niet spelen, wat ervan. Ik vind het echt zo, ik vind het echt gewoon een raar spelletje, weet je. Great hè, dat is je moet je in dat gekleurde rondje. Fuck, je weet het. Ik ga even kijken wat daar is. Wacht. Allemaal abonneren op PrettyV. En... doe een duimpje omhoog. En omlaag. Abonneren. En een duimpje omhoog natuurlijk. Dat lijkt me goed. Idee! Arthur, jij hebt een kanker. Oh, ik wil 1 keer je oog filmen. Nee, die zijn zo blauw. Oh, je kan niet. Oh, moet je die ogen zien, Keel? Oké, wie met hem wil daten? Hou je bek. 06 83 0652 kaasvlee. Is goed. Dan ga je daten met Stan. Ja. 0618 en de rest? Kom vanzelf zien. Nee. Ga je vanzelf wel zien. Geweldig. Nou, dit is een Pokémon gym, moet dit voorstellen. Het ziet er gewoon uit als gewoon een Chinese restaurant met een parkeerplaats. Dat is het ook, Arthur. Ja, maar waarom hebben ze dit als gym gekozen? Dan moet je niet aan mij vragen. Dit is echt, het ziet er echt gewoon... What the fuck? Er zat een spin op mijn arm. Kutbeest. Je wordt toch gek van? Kut, ik heb een error. Ja, zo. Hé, maar jongens, als hij een Pokémon heeft gevangen, dan ga ik gelijk filmen weer. Ik heb de N5 gevangen nou, hè. Ik ben bezig met een Pokémon te vangen. Een Caterpie van 190. Caterpie. 199. 200, 201, 202. Ja, verkocht. Verkocht aan de man in het blauwe broek. 3, 2, 1. In het blauwe broek. Hij moet nu helemaal goed gaan. Godverdomme, ik kan niet gooien. Godverdomme. Je faalt heel hard. Je faalt heel hard nu. Kom op.
Goed zo. Ja. Loopt die nou vast? En. Arthur, dat vind je wel een beetje dat ik alleen die laatste... Ja, nee, dat lijkt ik een beetje goed. Dat ga ik niet doen. Oh, ik heb hem in één keer. Nou, geweldig. Zie je? En wat voor Pokémon heb je nu? Een Caterpie. Kijk, hele mooie, zeldzame Pokémon. Vind je nergens. Oké, nou, geweldig. Hey, we gaan hem meteen even volgen, want ik ben geen motherfucker. Ja, je moeder inderdaad. Dat hoort in de hele wijk. Kanker! Hij loopt vast. Hij gaat, oké, dan. Moeder loopt vast. 1, 2, 3. Kijk, nou ziet hij er nog verkrekt uit dan eerst. Jij verkrekt. Nou. Jij bent recht. Oké, Martijn speelt Pokémon Go. Wat heb je? Nou, ik heb dat ding. Nou, we gaan maar vangen. Hij heeft een kanker Pokémon. Kut, een kankerpie. Kanker. Nou, dat ding is slecht. Lijkt op Arthur. Nou, ik ga dat gewoon erin laten, hoor. Kanker. Kan mij eigenlijk niet boeien. Ga je de kanker... Nee, de kanker moet je echt uitbliepen met die piepjes, weet je. Nee, dat ga ik niet doen. 1, dat is grappig. Nee, dat ga ik niet doen. Niet? Dan ga ik het aan hun moeder laten zien. Yes, je hebt 1 gevangen. Zo. Lekker bezig. Kanker gevangen. Holy fuck. Oh, Stan, dat is jouw gevangen. Oké. Stan en Lucas zeggen alle 2 kanker. Dan weet je dat. Jij zegt kanker, broer. Hé, kanker, mijn hoor. Ik ga... Je mag niet met kanker. Niet inzoomen. Ik ga dit niet bliepen. Nou, ouders... Meld je aan bij Pretty V en kijk hoe je zoon en zegt kanker. Kanker! Zie je? Voor eventuele hulp en zo. Ja. U kunt hier Pretty V ook zelf bestellen. Bereiken. Ja, u kunt een vraag stellen. Ja. Het gesprek kost wel €20 per minuut. Dus dat is wel pech, maar ja, weet je. Oh, per seconde nog wel, hè. En de wacht is minimaal 10 minuten. Ja, en dan klikken we weg en hebben we weer geld. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we naar Stichting M&M en Stichting Pretty V. Oh ja. Wat doe je? Nou, filmen gewoon. Stan, wat kom jij nou weer doen? Wat komt Stan mengen? Stan komt mengen. Niet inzoomen! Inzoomen! Weg wees je uit. Je hoort je niet echt. Hey, what the fuck? Ik hoor bij de Chinese muziek aan, hè? Zwartuur. Ik heb waarom een koptelefoon? Omdat ik het chiller vind om te stofzuigen met een koptelefoon op. Een beetje harde muziek, weet je. Dan kan je gewoon snel lekker stofzuigen. Dit is de stofzuiger. En ik ga gewoon aan het werk. En ja, ik weet niet waarom die vlekken daar zijn. Echt raar, net zoals daar. Ik denk dat het door mensen die dus naar binnen komen en niet zijn schoenen uitdoen. Dan gebeuren deze vlekken hier. Dankjewel mensen die niet hun schoenen uitdoen en die gewoon eigenwijs hun schoenen aanhouden. Dankjewel mensen, vind ik hartstikke lief van jullie. Maar ik ga even stofzuigen en dan kijk ik daarna wat ik nog meer ga doen. Want ik moet klusjes in het huis doen. Ja, mijn eigen kamer. Dat is echt een troep. Moet je mijn bed zien? Ik heb gestofzogen. Ik ben helemaal bezweet gelijk. Ik ben nu de tekst aan het invullen voor mijn video. Dat is heel belangrijk. En als ik dat gedaan heb, ga ik hem online zetten. En ga ik de volgende video editen, sowieso. Dus ja, dat wordt leuk. Zeker. Dat wordt super cool natuurlijk. Dus ik ga even verder. Word ik gelijk weer herkend, hè? Hoorde je dat? Vind je dat grappig? Er liep daar net een meisje. Ja? Nee, weet ik veel. Ja? Iemand herkende mij daar. Echt? En zij riep naar mijn fountain, alleen ik weet niet wie het is. Oh shit, oké. We moeten... Zullen we gaan fietsen? Want het zijn best wel veel mensen. Ja, maar ze waren niet kwaadaardig of zo. Nee, oké, dan is het goed. Ja, je weet me nooit. Sommige mensen die hebben andere bedoelingen, weet je wel. Ja. Dat is gewoon kut. Dat voel ik me gewoon kut, jij? Maar ik voel me veilig, want daar zit een gang. En daar is ook een gang. Zitten, wee joh, allemaal gangs. Daar zijn gangs. Daar zijn gangs. Dit zijn en de daar zijn van gangs. Wee joh, eerlijk. Dit is echt allemaal mensen van groep 8. Want hun mogen niet verder dan hun huisdeur. Ja. Dus ze blijven allemaal netjes voor hun huisje. Yo. Oh, je wordt gelijk herkend. Wil je een shout-out? Wil je een shout-out doen aan mijn moeder? Ai. Shout-out naar mijn moeder. SO naar mijn moeder. Ja, oké. Okay, Pretty V is Bas. Hier, box. Ai, ai, Sergio. Jij woont daar, Ik heb je al een keer gezien. Echt? Woon ik daar zo? Ja, jij woont daar zo. Ik hoor daar, ik woon daar echt niet. Jawel. Echt niet. Ja, nu komen fans op je af. Hé, Vakka. Wil je shout-out doen naar mijn moeder? Ja, godverdomme. Mietje. Ja, Mietje. Naar mijn vader wel. Hij is echt Ja, toch.
Arthur's schoolbaas, je weet zelf. Ja toch, Sergio! Sergio, heb je een nieuwe gang gevonden of zo? Nee, man. Ja, ik ben al lang met je. Ik kijk Pokémon. Nee, ik speel geen Pokémon. Kijk, man, moet je mijn Pokémon zien? Wacht even. Ik kon hem niet downloaden, kid. Hij is slecht. Je begint Pokémon spannen in me. Gyarados, man. Ik heb een Gyarados. Ah, nice. Zit die hier? Nee, die heb ik. Ik maar heb hem. Hier zit wel die Cleffy Duff of zo, weet je? Fucking Gyarados. Nee, je spannen het zo pas. Je spannen het zo. Lekker bezig. Tuurlijk Wat zit hier? Gefeliciteerd. Wil je een shout-out naar je moeder doen? Wil je een shout-out naar je moeder doen? Nee, dank je. Naar je vader? Nee. Naar je opa? Ik knip het wel uit, maar ik ging net voor de deur voor een fles water. En ik heb gewoon geflikt. Wil je een shout-out doen naar je moeder? Hé, hey, Nino, dit gaat op YouTube. Ik wil graag een shout-out doen naar Pim Hartman. Ja? En naar Bruno Roesen. En zo naar Max Gaming. En dan je huisje. Dat klinkt naar Lin van Galen. Lin van Galen, oké. Nou, daar gaan we. En naar Nicky Nieuwhuizen. Nicky Nieuwhuizen, oké. Was jij er gisteren bij? Ik was er gisteren bij chillen. Is kapot. Oh, jij was er niet bij. Is het telefoon kapot? Ja, oké. Met de wees heiklauw. Luister even. Was jij gisteren chillen? Ja, ik was gisteren chillen. Hebben we gisteren gebloot? Nee toch? Nee, wat dan? Zeg wie zegt dat dan? Hij zegt dat ik stoned was. Wat dan? Ik ben vaak gestoned, maar ik heb gisteren volgens mij gebloot. Jongen, wij doen niet aan blowen. Je bent veel lauwer zonder blowen, echt waar. Ja, echt hè. Loop mij nou maar. Hé, jij bent hier in een gozer. Ja, ik ben. Wil je een shout-out doen naar mijn moeder? Shout-out naar je moeder. En dan naar mijn vader. Shout naar je vader. Ai, thanks. En jij, wil jij nog een shout-out doen? Heb je nog een broertje of een zusje? Ja, shout-out naar je moeder die een boom knuffelt. Oh yeah. Shout-out naar je zus. Shout-out naar je huisdier. Nog een shout-out of niet? Het mag ook naar je opa. Shout-out naar de bedreiger. Shout-out naar deze boer. Naar Max Gang. Wat dan fuck, oké. Komt-ie. Wacht, ik heb nog één shout-out. Oké, één shout-out. Ik mag shout-out naar het plankje die voor de deur zit bij de plus. Waar? Oké, dan gaan we daar kijken, ik mag geen selfie met... Shout-out naar Rachel de plank! Oké, maar ik ga weer, jongens. Nou, we zien jullie zo weer. Oké, luister. Heeft een soort van mee te maken. Luister, weten we nou niet wat infrarood is? Weet jij wat infrarood is? Infrarood? Ik weet wat infrarood is. Infrarood is zeg maar, dat hebben ze soms in camera's, dat je in een... Nee, ik zeg weer wat doms. Nou, je hebt het wel in camera. Dat je de nacht beter kan zien of zo, toch? Nou ja, nee, je kan niet de nacht beter dat zien. Je ziet, nee, hou je bek. Je ziet infrarood, is dat je warmte en koude kleuren ziet. Ja, dat kan toch... ja, maar dat is ook soort van wat ik zei eerder. Nee, want de nacht is, kijk je weer anders. Dan is het groen of zo, toch? Ja, maar dit is zeg maar, als het warm is het rood en als het koud is het... blauw. Oké, zeg nog maar een woord. Maar dan een beetje makkelijker dat ik slim lijk op YouTube. Zuipen. Dat doe jij nu. Nou, daar ga ik geen antwoord op geven. Dat doet hij. Hij zuipt de energy op. Ja, zuipen kan ook met alcohol zijn, ja, maar... Dat bedoelde je dus. Nou, dan is dat het. Nog eentje en dan ga ik... En dan is het klaar. Ja, wacht even, het spelletje. Laat me even denken. Het spelletje. Leuk spelletje, want wij zijn hartstikke dom. Zo. Wij zijn hartstikke dom. Ik ben hartstikke slim, heel intelligent. Zeker, nou, geweldig. Ja. Geweldig dat ze dat van haarzelf zegt. Ik ben, wat moet ik zeggen? In sommige dingen ben ik slim en sommige dingen ook niet. En wat voor dingen wel dan? Nee, daar ga ik niet over praten natuurlijk. Hey, maar zeg even je verhaal. Ja, wacht even, ik ben even aan het bedenken. Ga maar even een stukje lopen en dan kom je terug en dan... Nou, hij weet geen woord. Haha, sukkertje. Echt een sukkertje. Hij weet geen woord. Hij weet geen woord. Hij weet geen woord. Ah, Valerio weet geen woord. Valerio weet geen woord. Je woord staat straks best wel slecht. Mijne? Ja. Oh, ik kan niet drinken. Nou, ik weet niet wat jij... Je zegt dat mijn woordenschat slecht is. Maar dit is een beetje... Hoe noem je dat? Ik ben niet goed opgevoed. Hij is niet goed opgevoed. Opgevoed door wolven. Door wolven. Oh, net als... Hoe heet hij? Ja, ga nu maar vertellen wie het is. Wie is het? Selene. Ik weet het niet meer. Ben jij het dan, Arthur? Nee. Net zoals Sinterklaas. Wat? Nee, nee, dat is niet. Pippi Langkous? Ik zeg geen Pippi Langkous.
Oh my god, oké, dit wordt te erg. We gaan, doei. Peppie en Kopje. We gaan... Hey. Wat gaan we halen? Mag ik even slot, wat gaan we halen, Valentin? Huh? Wat? Weet ik veel. Moet Danny weten. Oh, moet Danny. Moet jij weten. Moet jij weten. Geen kennis. Nee. Nee, jij wil ijsthee kopen? Ik wil bier. Bier? Nee, dat kan niet, man. Maar daar ben je nog wat te jong voor. Laat mij wegrijden met de camping voor de grap, ja? Nee. In de vlog. Nee. Wil je geen chaos? Nee, maar we willen geen chaos. Jawel. Jawel, man. Nee, we willen geen chaos. Zou ze gaat de plus achter me aan? Het was op, hè? Arthur is gevaarlijk, hè? Pas op. Ja, weet je. Arthur, ben je niet een winkelverbod? Nee? Hoezo? Heb jij echt geen winkelverbod hier? Hou je bek, jongen. Waarom moet je dat helemaal zeggen? Yo, ai, jij doet zo. Ze merken het toch niet. Ja, nou... Niemand reageert. Ja. Niemand boeit jouw kut ook. Maar nog steeds... Niemand boeit jouw kut, nee. Inderdaad. Hij lacht er ook zelf op. Hij wordt maar uitgevonden. Dat is gewoon grappig, hoor. Dat is gewoon fattig. Nou, zet even dat ding neer. Danny, doe eens normaal. Altijd zo'n ding neerzetten. Kijk, zo. Netjes hiervoor. Jij weet niet... Oh, jij gaat er eentje geven. Hij pakt het gewoon, hè. Ja. Zo. Hij heeft er lekker maar 5 en ik heb eentje gehad van hem. Oh, ik heb hem gefilmd. Oh. Oké, jongens, ik zeg eerlijk, ik ga gewoon met hem om. Dus. Ja, en even voor mijn moeder, vader, om duidelijk te maken, het gaat gewoon goed. En, het gaat goed tussen jullie relatie. Ja. Ja. We hebben zelfs een kind. Zijn jullie nog steeds gay? We hebben een kind. Nee, geintje jongens, geintje. Nee, niet denken dat ik gay ben. Jawel. Denk maar gewoon lekker door. Hou eens je mond, Selene. Ga je? Hou je mond. Gaat op de schat gelijk zo. Ja, dan gaat ze helemaal... zo, iedereen wordt... Ja, en... Je moet haar feest nu echt blurren, weet je wel. Ja, want anders ben je echt... Anders ben je echt gewoon... Nee, dit moet je eruit. Wat? Wat moet ik eruit? Ja, boeien. Je leeft maar 1 keer, toch? Ja, toch. Ja. Kom, klaar. Hallo. Nou, we gaan weer naar buiten. Toch, Selene? Zeg alsjeblieft ja. Nou, nee hoor. Oké, doei.